Nou, ik ben benieuwd. Sorry, we waren ook even weg. Ja. nou, in de wasstraat, dus feedback. Ja. Ja, we hadden geloof ik feedback van één collega. Die vond dat daar, ja, dat het eventjes vastgemaakt moest worden. Ik heb er naar gekeken, maar ooit is, ja, naar dat ding. Ja. Maar het is niet te doen, toch? Het kan wel. Ja, misschien, maar... ja. Weet je, het komt gewoon even langs, dan doen we het samen even. Of wat ook. Nat. Voor de rest, ja, ik ben een beetje door de cijfers heen gegaan. We hebben natuurlijk vanwege de vakantie hebben we heel weinig kijkers in de afgelopen 2-3 maanden. Dat is wel jammer. En ik denk dat we hier en daar ook nog wat dingen gaan aanpassen voor wat betreft de hosting. Ja. Want we zitten nu op SoundCloud bijvoorbeeld. Daar zetten we onze audio. Omdat het een leuk experiment was bij Flipboard. Maar dat is niet meer nodig. Want Flipboard die heeft andere ingangen om audio te omkapselen. Maar moeten we voor SoundCloud betalen? Ja, we moeten er zeker voor betalen. Oké. Okay. Ja, die rekening heb je nog niet gezien, nee, inderdaad. Dat doe ik gewoon en dan kijk ik of ik ermee wegkom. Oké, okay, want ik vond SoundCloud namelijk echt wel heel erg grappig. Ja, alleen niemand gebruikt het. Nee, en dat is een beetje de kneep. Ja. We hebben ook bijvoorbeeld Bits on the Run, daar hebben we ook hosting. Ja. Maar als je kijkt hoeveel mensen het afnemen, nou ja, dat kan ik in principe ook met mijn eigen server regelen. Ja, dus we hoeven het niet voor de massa te doen. En dat soort hosting doe je eigenlijk op hele grote, zware bumps van je belasting van servers om dat tegen te gaan. Maar voor de bandbreedte hoeven we het in elk geval niet te doen. Nee. Dus dan gaan we een beetje loskoppelen. Ja, of alleen Vimeo. Kijk, we hebben dat toen ook gedaan. Ja, Vimeo, ja, hoor, gewoon. Vimeo is gewoon helemaal prima. Kijk, we hebben dat toen ook gedaan omdat we graag wilden dat ook Firefox-gebruikers, ja, de video's konden zien. Dus, ja, dat iedereen zonder flash die video's kon. Maar ja, misschien moeten we dat dan maar loslaten. Gebruiken. Nee, dat blijven we doen. Dus okay, we gaan dus converteren in plaats van dat door... dit zonder beurt wordt gedaan. Altijd een moeilijk stukje dit. In plaats van dat het dus door Bits on the Run wordt gedaan, doen wij het en dan staat het ergens bij mij op de server of wat ook. Die gast van Bits on the Run kan trouwens op Frontier spreken. Oh, echt waar? Ja. Nou, dan mag hij eens uitleggen waarom het zo duur is. Omdat hij goede service levert en omdat het duur is om video te hosten. Ja. En dat is het grappige. Toevallig had ik daar dus ook met een collega over van waarom is video hosting eigenlijk, waarom heb je daar specialistische bedrijven voor? Want iedereen die denkt zo, nou, dat is eigenlijk heel erg eenvoudig. Maar het is verrassend hoe dat er eigenlijk maar twee businessmodellen zijn voor video hosting. Dat is één, banners, hè, dat is wat YouTube doet, maar ook Vimeo voor een deel. Alle gratis accounts, ja, van Vimeo, dat is allemaal banner supported. En de andere kant is gewoon betalen voor de bandbreedte, betalen voor de dienstverlezing, het converteren, de CPU-kracht, hè, dat de processor aan de slag, et cetera. Ja. En dat is verrassend duur. En ja, als je dan bekijkt wat de discrepantie er is, dus zeg maar voor ons, nou, zal het ongeveer 40, 45 euro zijn in de maand. En dat is echt best veel geld als je bedenkt dat dat door banners betaald zou moeten worden. Ja, want wij hebben niet eens zo heel erg veel bezoekers. Nee, dat zijn er tientallen. Ja, dus dan is het dat is inderdaad best duur. Ja, ja. Dus dat doen we dus. We gaan weer een beetje klooien. Ik denk dat het weer tijd is om een beetje te experimenteren. Ja, ja, lijkt me wel heel erg tof. Ja, goed idee. Ja. Misschien dat ik die player dan ook weer aan de gang krijg, hè, dat je door de hoofdstukjes kan springen. Oh, en we zijn heel erg benieuwd of jullie ook nieuwsgierig zijn naar die fragmenten. Dus we hakken deze aflevering, hakken we altijd in stukjes, zodat je de fragmenten in je blog kan gebruiken. Maar gewoon helemaal gratis. dus als je het wil hebben over een onderwerp, zoals bijvoorbeeld Lorem Ipsum, zoals ik heb gedaan. Dan kan je er gewoon een leuk blogje omheen knallen. Anywho, we zijn er weer door. Yay.
deze vrijdag gaat precies op de juiste snelheid. En we nemen natuurlijk ook de Polish Wars niet meer. Nee, dus die mis ik wel, de zwabbers. Ja, ja. Ik keek een tijdje geleden ook met Kiki weer even naar de wasstraat. Oh ja. Dus, we zijn de zwabbers. Oh. Maar miste zij het ook? Of? Ja, zij wilde de zwabbers zien. Oh. De zwabbers, dat zijn misschien wel de engste. Dat is het leukste deel. Ja. Ja. Of leukste. Ja. Oh, kijk. Oh, classy. Hele gezellige businessman. Ja. Die zijn... ik denk dat het een chauffeur is, hoor, vermoed ik. Oh, die echt, die echt een dikke Mercedes aan het schoonmaken is. Met een stropdas dus. Ja. Alright. Nou, even de camera erop jetsen. Ja. Ga ik weer even nadenken over wat ik ook alweer nog meer van interessants heb gezien. Ja, ik heb er misschien ook nog eentje klaar. Oké, okay, nou. Nog even een verlenging van vorige keer. Ja. Kom on. Oh, je gaat erop, ja. Ja. Als je uit in Freiburg bent, dan moet je trouwens rode wijn drinken. Je denkt natuurlijk, oh, Freiburg, Deutschland, bier. De Wurst is trouwens uitstekend. Ze hebben elke dag, behalve op zondag, hebben ze daar een markt, versmarkt rond de kathedraal. Of grote kerk, ik weet niet wat het is. En daar staan allemaal worststandjes. En die hebben super lekkere worsten. En een lange rote had ik gegeten. Maar de rode wijn daar is echt super goed. Maar die... zullen we hier nooit drinken, omdat het niet geëxporteerd wordt. Oh. Maar mocht je er ooit zijn, drink de rode wijn. En laat het bier maar staan, bier hebben we hier ook wel. Rode wijn is lekker. Maar dat is de rode wijn in Duitsland? Ja, in het Schwarzwald. Okay. Dat is echt heel erg goed. Dat is echt... Hallo, hallo. Ik hoor mezelf. Maar geen fossiles. Hoor je mij niet? Ja, nu wel. Oké. Okay. Toch? Blijkbaar wel, toch? Ja, ja. Oké.